Oké. We gaan de moeilijke woorden van het derde leerjaar herhalen. Wij zijn daarmee gestart in oktober. We hebben er elke maand een paar bij gezien. Maar we gaan ze vandaag nog een keer supergoed herhalen op allerlei verschillende manieren. Je mag er alvast je loepje bij nemen op pagina 34 en 35. Bij sommigen ligt het misschien al klaar. Dat is fantastisch. Ik ga de blaadjes uitleggen. Het kan zijn dat jij opnieuw minder oefeningen moet maken dan ik ga uitleggen. Daarvoor moet je goed in je documentje kijken. Maar luister toch goed naar alle blaadjes. Op bladzijde 148 zie je woorden staan. En bij de eerste woorden moet je het in het meervoud zetten. Ze hebben een voorbeeld gegeven, avontuur, avonturen. En bij de tweede groep moet je het verkleinwoordje maken. Weer een voorbeeld, avontuur, avontuurtje. Dus van bijvoorbeeld erten, is dat niet ofwel ertje ofwel ertjes. Dat mag je nu nog kiezen van mij. Bij pan ga je ook moeten opletten, want pannetje, je weet nog de regel met utje. Zet er maar een uitroepteken bij. Pannetje zal je moeten verdubbelen. Hetzelfde bij perronnetje. Die n zou je gaan moeten verdubbelen, omdat we er utje bij doen. Dan, bladzijde 149. Mag je nog altijd je loepje gebruiken natuurlijk. En je moet de woorden aanvullen met de letter. Aard, piep, eekhoorn, jullie, konijn, dikwijls, juffrouw, hotel, toneel, koningin, markt, misschien, perron. En jij moet de juiste letters invullen en dan een keer het woord overschrijven. Wie slim is, die gaat misschien gewoon in zijn loepje kijken welke letters er ontbreken en schrijf het dan op. Liever dat je in een loepje kijkt en dat juist is, dan dat je gewoon maar iets opschrijft en dat fout is. Ben je klaar? Ga je naar de volgende bladzijde, namelijk 150. En hier moet je de juiste woorden invullen. Dus je ziet staan, bijvoorbeeld regelmatig, en jij zoekt in het kadertje een ander woord voor regelmatig, dikwijls dus. In het kadertje zoek je een ander woord voor bibliotheek. Een ander woord voor vrouw van het staatshoofd. De staatshoofd is degene die de basis van het land eigenlijk. Ja? En dat doe je als je een keer eentje weet. En laat hem over, je zal op het einde wel een paar woordjes overhouden. En dan gaan we naar pagina 208. Dus ik ga vlug eventjes heel snel bladeren. Tot aan pagina 208. Ik ben er bijna. Ja, oké. Pagina 208 is de laatste pagina van jouw scheurblok. En daar moet je het kruiswoordraadsel gaan invullen. Bijvoorbeeld, ze hebben een voorbeeld gegeven. Horizontaal is van links naar rechts. Dus de woorden van links naar rechts invullen. Horizontaal. Ik ga misschien nog een pijl erbij tekenen. Zo is horizontaal. Verticaal is van boven naar onder. Bijvoorbeeld een meester of een juffrouw hebben ze al ingevuld. Ik ga een keer hier het eerste antwoord tonen. Een plein of een... En dan moet je dat invullen bij 1 die van boven naar beneden gaat. Dus hier, en dan zie je dat het een markt is. Sommige zijn wel moeilijk, dat geef ik toe. Dan mag je gewoon in de verbetersleutel kijken. Maar probeer er zoveel mogelijk te vinden. Zoek in je loepje op pagina 34 en 35. En misschien ook in de e-lijst naar woorden die kunnen passen. En dan gaat dat wel lukken. En dan ga ik nog een keer terug naar pagina 204. Die heb ik blijkbaar overgeslaan. Hier moet je de woordjes gewoon gaan zoeken. Dus dat is wel tof, dat is een woordzoeker. Je zoekt alle woorden die in het kadertje staan. En dan zal je een zin kunnen maken met de lettertjes die overbleven. Oké? Veel succes!